Als je een leven lang kernenergie gebruikt, hou je ongeveer dit klein appeltje over aan kernafval. Dat is heel gevaarlijk en vroeger lieten we dat dan ook lekker achter in landen als Frankrijk of Engeland. Maar dat mag dus niet meer, we moeten het opslaan in eigen land. En dat doen ze hier in Zeeland bij de Kovra. Het nationale opslagpunt voor al ons kernafval. Hoeveel van deze appeltjes krijgt u nou binnen in een jaar? Hoogradioactieve afval, warmteproducerend afval van Borselen, dat is een kubieke meter, iets meer dan een kubieke meter per jaar. Hoe gevaarlijk is dat afval? Nou, als je zo'n verpakking hebt van het materiaal zonder dat dat afgeschermd wordt, dan kan je daar niet naast blijven staan, want dan is dat binnen, nou, pakweg een paar uur, is dat echt dodelijk. Zoveel is duidelijk, we hebben hier te maken met heel erg gevaarlijk materiaal en daarom hebben ze hier ook de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Alle muren van het opslaggebouw zijn 1,70 meter dik zwaar gewapend beton. We hebben massief stalen deuren van bijna een meter dik en daar zit een haakje op, in het onwaarschijnlijke geval, dat er een aardbeving plaatsvindt. Achter die rode deur moeten we het materiaal natuurlijk hanteren. Dat kun je niet met je handen doen, daarvoor gebruiken we deze robotarmen. En je ziet hier ook een dik loodglasvenster van 1,20 meter dik. En daarachter kunnen we dus met afstandsbediende apparatuur het materiaal nameten en inspecteren voordat het in de opslagruimte komt. Dat radioactieve afval gaat uiteindelijk naar deze plek hier. Je kan voelen dat het warm is. Hoe komt dat? Vanwege al die radioactiviteit, en radioactiviteit betekent straling, is energie, is warmte, moet je het koelen. We konden het zelfs voelen. Ja, en hier wordt het gekoeld? Hier wordt het gekoeld, in die buizen. Dus stroomt lucht langs die opslagbuizen en die neemt de warmte mee. En via de ventilatieschachten gaat die warmte naar buiten. Hoe lang duurt dat voordat het afgekoeld is? Het afkoelen duurt 100 jaar. Pardon? 100 jaar. Wordt u er nou wel eens moe van om altijd maar uit te moeten leggen hoe dat zit met dat radioactieve afval? Een beetje wel, ja. Want er wordt natuurlijk altijd erg negatief, sterk negatief op gereageerd. Maar we begrijpen het ook wel, want straling kun je nou eenmaal niet voelen, niet horen, niet ruiken, niet zien. Je kan er dood aan gaan. Je kan er dood aan gaan. Kanker, kernwapens, dat zijn natuurlijk allemaal negatieve gevoelens. Dus er zit heel veel emotionaliteit in die discussie. We moeten echt leren waarderen dat je naar de feitelijke risico's kijkt en niet naar het gevoelsmatige risico. Want u denkt dat het vooral gevoelsmatig is dat mensen geen kernenergie willen? Ja. Dat is vooral de emotie die erin zit, waardoor men het emotionele risico heel veel hoger inschat dan het feitelijke risico is. U zegt een aanvaardbaar risico? Absoluut aanvaardbaar.